Namens HNIC wens ik HNIC heel veel succes in de play-offs. En als jullie het goed doen, dan kunnen wij ook nog een hoop opnames maken op weg naar de Eredivisie. Jee! Welkom bij aflevering 40 van HNIC! Er is nog een mooie weg te gaan naar de Eredivisie. We hebben het zelf in de hand. We doen het trapsgewijs. Kijk maar hier. Ja, jullie denken dat die in Rome is bij de Spaanse trappen. Maar ik ben gewoon op de Goffert bij de Nimwegse trappen. Ik heb er een goed gevoel bij. Daarom stuk ik hier. Dat was weer een dagje Maastricht. Wie schön ons Limburg is, vergis ons nimmer. Het liegen wat Duitsers. Man, leren ze het nou nooit, een stelletje vlaaien. Wat een stelletje wijkagenten, zeg. Laat je die coffeeshops maar beter controleren daar. Dat is belangrijker als wederom een bus supporters. Wat weer een slechte reclame voor Maastricht. Ze zien wel hertleers daar. Favoriete speler, Druif en Brandenhorst. Druif alweer de 29e doelpunt en Brandenhorst een lekker keepertje. En transfervrij, NEC, let op. Die keeplessen die hij kreeg, zijn er wel ergens goed voor. Hij werd steeds beter. Tegenstander, die Roomse keukenclub uit Waalwijk. De oud-speuler van ons, Hans Mulder, die zei dat jullie het beste spelen tegen grotere clubs. Nou, ik ben benieuwd vrijdag. Hij zal weer op de bank beginnen, net zoals vorige wedstrijd, die badmuts. Maar die is kaal, of niet? Ja. Dat is leuk. Dat is toch geen scheldwoord? Ik heb zondag dat voetbalprogramma van VTBL van Alberto Tang gezien. Daar zat Van Hanegem nog bij. Wat denk je dat die zei? Die zei dat Ferdy Druif een luie spits is. Nou ben ik een nuchter persoon als ik niet gedronken heb. Maar ik heb toch vragen voor Willempie Van Hanegem. Of die wel helemaal spoort. Ook in dat programma kwam die ruil over met die andere studiogasten. Als er één hert werkt, nou dan is het die Druif wel. 29 doelpunten kreeg je niet door een uurtje op de bank te gaan liggen. Zo'n rol heb ik altijd willen hebben, zo ergens liggen. Oh. Word ik me toch wakker? Heb ik nog gedroomd? Ik heb nog een goede tip voor Ronnie de Groot. Ik zou voor die laatste paar wedstrijden Pepijn Lenders inhuren voor assistent. Hij kan goed lullen met die spelers. Hij kan het verschil maken. Dat zag je wel bij Liverpool toen die Wijnaldum ging bijpraten. En dan gaan we gewoon promoveren. Nou, hou ja, ik ga weer verder slapen. Oh.